Voorzitter, ik kom nog even terug op de grens. Ja, we hebben allemaal een Europese opdracht. Maar aan de grens leidt het tot schrijnende gevallen. Duitsland is niet bezig met de maatregelen zoals Nederland dat doet. Niet vaag. Vlaanderen gaat iets in de richting. En dat betekent dat we van de hele grens, van Groningen tot Maastricht, te maken hebben met boeren die uitkijken aan de andere kant van de grens, waar stallen verdubbeld kunnen worden, waar die uitstoot ook rechtstreeks in de Nederlandse Natura 2000 gebieden terechtkomt, dus ook een enorme stikstofbron erbij gecreëerd wordt, dat maakt allemaal niet uit. En aan de Nederlandse kant moeten ze stoppen. Dat is waar we het over hebben. En wat zegt de minister tegen de boeren die aan die grens van 350 kilometer lang wonen? De minister. Dat dat verschrikkelijk is en dat het bijna niet uit te leggen is. Maar dat het wel de situatie is waarin we zitten. Dat we als Nederland afspraken hebben gemaakt met Europa. Waaraan we ons hebben te houden. En dat hadden we veel eerder moeten doen. Om misschien dit te kunnen voorkomen. En tegelijkertijd is het een reden en een aanmoediging om met Duitsland samen te werken. Juist in die grensgebieden. Om te kijken hoe we minder kunnen exporteren en importeren. Want dat doen we naar elkaar. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter. Als de minister zelf zegt dat ze het beleid bijna niet kan uitleggen, waarom zou ik dan nog een poging moeten doen? Dit is niet uit te leggen aan de grens. En dat leidt tot een enorme hoop frustratie. En dat betekent wel degelijk dat mensen aan de andere kant van de grens gaan wonen. Maar het betekent ook dat we een totaal nieuwe grens in Europa hebben, op ongeveer het enige beleid waarvan je zou denken dat je het enigszins zou moeten harmoniseren. En we hebben het dan met de kerncentrales. Die kerncentrales die staan altijd aan de grens. Ja, toeledokie dat ze altijd aan de grens staan. Dan heb je de helft van je effecten netjes weggeëxternaliseerd. Dus ik woon aan de grens bij Enschede met mijn jodiumpillen. Maar natuurlijk hebben die Duitsers er daar eentje neergezet. En nu gaan we hetzelfde doen met het stikstof. Het enige wat we met z'n allen een beetje zouden moeten harmoniseren. Hoe kunnen we dit zo door laten gaan? De minister. Voorzitter, omdat we geen keuze hebben. We hebben als lidstaat Nederland deze afspraken gemaakt. En in de beeldvorming is dit verschrikkelijk. Dat ben ik helemaal met de heer Omtzigt eens. In de beeldvorming is dit verschrikkelijk. Je zult daar wonen. En aan de andere kant van de grens kan het wel. En dit is precies de reden dat ik wil samenwerken met Duitsland, met alle counterparts daar, om te kijken hoe we dit aan kunnen pakken. En dat we niet het probleem verplaatsen. Maar uiteindelijk moeten alle lidstaten in heel Europa voldoen aan dezelfde VHR. Nou, voorzitter, dit gaat nergens heen. We zien het nu bij de Betuwe-lijn. Daar wachten we ook nog steeds op het derde spoor. 25 jaar na het bouwen. Dus als je nu gaat praten met de Duitsers, dan weet ik wel wat er gebeurt. Er gebeurt helemaal niks. En dit wordt een open wond, zeg ik u. Het wordt een open wond. Het tweede is, in de plannen zie ik 38% reductievermindering in het buitenland. Waar is die op gebaseerd? Gaan ze dat halen in Duitsland? En als ze dat niet halen, krijgen we dan er nog in één keer een extra opgave bij aan de grens? Voorzitter, wat ik zei, ik ga met Duitsland in gesprek, want ik snap het gevoel dat iedere boer die in het grensgebied zit en denkt, jeetje, aan de andere kant van de grens kan het wel. Ik zeg er ook bij, ik snap hetzelfde gevoel op de grens van Gelderland naar Overijssel. Omdat we door deze systeembenadering en provinciale verschillen ook hier grenzen zien. Dus dat fine-tunen moet ook daar nog gebeuren. Maar we hebben als Nederland afspraken gemaakt, als lidstaat zelf afspraken gemaakt met Europa. Daar hebben we ons aan te houden. En tegelijkertijd hebben we met alle lidstaten in Europa te maken met de VHR en het Europees recht. De heer Omtzigt. En voorzitter, dat wij weer anders geïmplementeerd hebben. Maar ik stel een andere vraag, want we komen er toch niet uit aan die grenseffecten. Die blijven bestaan en dat gaat dan heel pijnlijker worden. Maar ik zag ook dat er 38% vanuit Duitsland minder stikstof verwacht wordt. Waarop is dat gebaseerd en wat gebeurt er als dat niet gehaald wordt? Wat nou niet bepaald een theoretisch scenario is, zal ik zeggen. Ja, voorzitter, de exacte onderbouwing, dat luistert nou. Daar kom ik dan graag in tweede termijn op terug. Die 38%. Ja, voorzitter, nou breek mijn klomp. Dit is de enige onderbouwing die we vragen. We hebben de onderbouwing van we moeten tot januari waarschijnlijk wachten totdat we weten wat er met de industrie gebeurt. Het verkeer moeten we ook wachten.
buitenland weten, hebben wel 38% ingevoerd, maar het gaat niet lukken. En dat was nog voor dat Duitsland straks ook kolencentrales moet gaan opstarten. Ik bedoel, ze hebben ook nog een probleempje met de energie. En daar hebben we dan ook nog een beetje begrip voor, zeg ik maar. Dus hoezo maken wij een plan waar wij een precies getal inzetten voor Duitsland en een vrij hoog getal, zeg ik. En als we dat niet halen, mogen we aan de hele grens nog harder erin gaan? De minister. Nou, ik zeg net, ik wil dit even specifiek, dus ik kom hier in tweede termijn op terug.